ik denk het wel. Je bent altijd in hart en nieren ben je topsporter. Je bent altijd atleet. En zodra je niet meer actief bezig bent, voel je ook geen atleet. En ik heb dat gevoel nog steeds. En ik wil dat gevoel gewoon houden, omdat zoals je aangeeft, het houdt body and mind, je geest houdt het gezond. Ja, ik combineer eigenlijk alles met basketbal. Hoe ga je om met je leidinggevende? Hoe ga je om met teleurstellingen? Hoe ga je om met werkgelegenheid? Hoe ga je om met kinderen? Hoe word je een leider? Hoe ga je om met respect? Dat soort dingen neem ik dan daarin mee. Wat voor rol had jij in het team? Ik was echt die vuilnisman. Ja? Ja, je hoort hem nu ook, hè, dat gepiep.